Vandaag is het weer een bijzondere dag in Content Veen. Fred de Robot vindt het niet leuk dat het nieuwe kasteel is gegeven aan de ridder en heeft daarom een gesprek aangevraagd bij de koning. Gaat koning Wando deze situatie op kunnen lossen of zal er een kleine burgeroorlog ontstaan? Ik hoorde dat als we geen 4000 likes halen, Fred de Robot de stad voor altijd zal verlaten. Goedemorgen jongens, we zitten vandaag weer op onze prachtige troon. We hebben hier het koningszwaard boven ons hangen en ik ben aan het wachten op een meeting, een koninklijke meeting die Fred de Robot heeft aangevraagd. En ik ben heel benieuwd... Het gaat gelijk beginnen. Ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ah, kijk, daar heb je Fred al en de ridder. Want hij wilde de ridder er ook bij hebben. En ik weet niet wat ze van plan zijn of zo, maar daar heb je ze. Goedemorgen. Morgen. Hallo Fred en de ridder. Wat doe ik hier? Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet wat jij doet. Dat weet je wel. Nee. Fred heeft deze meeting aangevraagd, dus als jullie allebei even een stapje achteruit kunnen zetten... dat ik Waar is de burgemeester? De burgemeester zal hier niet bij zijn, dit is een koninklijke meeting. Maar hij is belangrijker. Hij is belangrijk. Fred, ik ben de koning, het is een koninklijke meeting. Daar gaat de burgemeester niet bij zijn. Hij heeft meer power. Hij heeft niet meer power, maar wat is er aan de hand, Fred? Ja. Kom naar boven, ridder, als jij daar op jouw op één been kan knielen. Hallo. Ja, rustig aan, dit is een koninklijke meeting. Het heeft even zijn tijd en zijn moment nodig, Fred. Dat heeft het nog nooit gehad hier. Ja, we zijn veranderd. We moeten de burgemeester... Dat hou ik niet van. Wat is er aan de hand? Waarom heb je deze meeting aangevraagd? Ik ben boos. Op wat? Jij had mij wat beloofd. Ik heb jou helemaal niet... Wat heb ik jou beloofd? Klopt, ik heb jou wat gezegd dat jij mij moest beloven. Ja, maar ik heb niks beloofd, Fred. Wat is jij weet precies wat ik bedoel. Wat is er aan de hand? Het heeft te maken met Cas en het eindigt op Teel. Met het kasteel. Oh! Ja, het kasteel, Fred, die jij zo graag wilde, die heb ik aan de ridder daar achter jou gegeven. Die heb ik... Niet wat ik wilde, wat ik kreeg. Jij kreeg helemaal niks. Wel, en nou krijg ik hoofdpijn. Ook al ben ik een robot. Ik wou net zeggen, je kan volgens mij wel geen hoofdpijn krijgen. Maar als jij even een stapje terug kan... Wat? Ik sta hier. Als jij even een stapje terug kan zetten, Fred, dan ga ik even met de ridder praten. Ja. Oké, ridder. Dit is waar ik het over vertelde, dat er iemand anders was die ook mogelijk het kasteel wilde. Het bezwaar van, ja, wat van mij zal zijn, dat heb ik gekregen van de burgemeester. Maar het is mijn kasteel, Fred. Als het om koninklijke zaken gaat, is het van mij. Als het om domme burgerzaken gaat, dan geeft het prima aan de burgemeester. Maar Fred, kijk even hier goed naar je. Kijk even hier goed. We hebben hier een echte ridder staan. Hij heeft een helm op, een panzer aan, zelfs een pijl in zijn handen. Ja. En jij bent een robot. Hoe zie jij jouzelf beter passen in het kasteel? Ik ben slim. Ja, maar je bent geen... Ik hou van groen. Je bent geen ridder, Fred. Ik heb een panzer van mezelf. Ja, maar je bent geen ridder. Let jij maar op. Oh mijn god, ik snap er helemaal niks van, Justin, wat hier aan de hand is met die Fred. Hij wilde... Jij bent een echte ridder. Ja, hij is helemaal geen ridder. Ik ben de ridder van het kasteel. Dat kon jij bent doen. Ridder. Ik ben jou aan het trainen om hertog te worden en in de toekomst koning. Ja. Zodat jij het koninkrijk over kan nemen als ik wegga. Nee, ho. Nu ga je even... Het staat je wel, moet ik zeggen. Ja, dat dacht ik echt wel. Het staat je wel, maar ga er maar even vanaf voordat ik je hoofd eraf Fred. Ridder Fred staat paraat. Geen tegenstander. Nee. Fred, wacht even hier in de stick. Fred, je weet dat harnas draagt zoals dat en die helm en de kleuren van Content Veen, dat mag alleen als je echt geridderd bent. Hè? En jij bent nog niet geridderd. Het koningszwaard is nog niet op jouw schouders beland. Dan kom maar op. Nee, Fred, je weet dat je daar wat testen voor moet uitvoeren om ridder te worden. Heb ik allemaal al gedaan. Je hebt helemaal nog niks gedaan. Je weet niet eens welke testen. Wat zijn de testen dan? Zwemmen. Dat is niet waar, jij kan niet tegen water. Hardlopen. Nee, ook hardlopen, Fred. Weet je, Fred, vechten, als jullie even met... Wat? Vechten. Ja, één van de is dat inderdaad. Maar als jullie heel even met z'n tweeën een rondje kunnen lopen door de koninklijke tuin, ga ik heel even goed... Weet je, blijf hier. Ik loop wel een rondje door de koninklijke tuin. Kom ik zo terug en dan ga ik even mijn besluit hierover melden tegen jullie, oké? Maar nog niet op de... Ze zoeken maar uit. Ik ben zo terug, jongens. Nee, ik was eerder. Au! Laten we even naar de koninklijke tuin lopen. Oké, jongens, we zijn aangekomen in de koninklijke tuin. Hier wil ik even een momentje voor mezelf nemen om na te denken wat we gaan doen. Want ik heb het kasteel aan Justin de Ridder gegeven. En dat is ook logisch, want hij is geridderd. Dus ik heb hem letterlijk de functie ridder gegeven. Maar Freddy is nu weer aan het zeiken dat hij natuurlijk dat ding van... Zijn dat... Wat zijn ze aan het doen? Oh mijn god, dat zijn... Wat gebeurt hier? Waar gaan ze heen? Fred loopt met zijn zwaard en zijn schild loopt hij voorop. En ridder Justin loopt erachteraan.
Wat zijn ze aan het doen? Waar gaan ze heen? Wacht, het kasteel. Oh mijn god, ze gaan naar het kasteel toe. Oh nee, jongens. Laten we snel even achtervolgen, want dit gaat sowieso. Weet je wat? Ik spring zelfs gewoon in het water, dan ben ik sneller. Rots! Oh mijn god, ik sprong bijna op de rots. Ik ben benieuwd wat er nou weer aan was. Dus ik zei, blijf hier. Ik wil even een momentje voor mezelf. Waar zijn ze? En dan kom ik zo terug, weet je. Maar inmiddels zijn ze. Ik gok dat ze naar het kasteel. Ze zijn er al! Oh mijn god, jongen. Het is nog zo ver lopen. Hoe zijn ze er al zo snel? Wat voor route hebben hun genomen? Kijk, daar zijn ze met stress. Ze zijn waarschijnlijk aan het discussiëren over het kasteel wie het krijgt. Maar het kasteel is nog niet eens af. Ik moet er nog aan verder bouwen. Ik heb niet eens een moment gehad om er verder aan te bouwen, jongens. Wat is de snelste route? Ik denk dit, hè. Zo. Hier bonjouren we even door de kerk die ik volgens mij 2 afleveringen geleden echt afgemaakt. Daar ben ik heel blij mee nog steeds. Over de kerkbrug. En ja, daar staan ze. Ze zijn aan het discussiëren. Maar ik heb die Fred nog niet eens tot ridder benoemd. Hij moet, als hij ridder wil zijn, mag wat mij betreft. Maar het kasteel is van Justin. Of misschien heb ik wel een leuk idee trouwens. Jongens, wat zijn we aan het doen? Hey, jij hier. Ja, ik ging Fred even mijn kasteel laten zien. Ik ben bezig met praten. Nou, Fred, vertel. Ik was met hem bezig. Ja, hallo. Ik kom hier de situatie blussen, weet ik hoe je het noemt. Ja. Nee, niet blussen. Oh, nee, wacht, je kan er niet tegen. Hé, hey, jongens, ik heb een oplossing mogelijk. Nee, dit is mijn kasteel. Nee, ik heb het gekregen. Fred, dit en nou is het niet meer van mij. Jij hebt helemaal niks gekregen. Fred Rieter. Fred, ja. Oké. Luister even naar me. Kijk, ga Justin. Ga weg, alsjeblieft. Nee, het is mijn kasteel, dus jij gaat weg, Fred. Fred, wacht heel even. Als je heel even wacht, dan ga ik heel even met Ridder Justin praten en dan kom ik... Fred, nee. Oh, Fred. Okay. Ja, nee, vervelende meneer. Hij is naar beneden gesprongen. Er is water. Justin, oh, dat maakt het niet veel beter voor. Nee, dat is waar. Het ding is, ik wil dit kasteel aan jou geven. Jij hebt een hele desktop staan natuurlijk. Het is al van jou. Ja. Dat klopt, inderdaad. Zodra het af is, dan kan je hier ook echt daadwerkelijk ingaan en zo. Maar jij komt trouwens even hier. Ik ben je koning, dus ik wil even dat je weer op knielt. Ja, je bent ridder. Je wordt koning, maar je moet nog even aan de regels voldoen, inderdaad. Je hebt dit kasteel natuurlijk gekregen. Alleen, is het misschien leuk als... Ja, het is wel een heel groot kasteel. En ik merk aan mezelf dat ik vaak eenzaam ben in dat kasteel. Weet je, ik ben vaak alleen. Ik ben altijd... Ja. Oh, ik heb een goed idee. Dan neem je Fred in het kasteel. Nee. Ik heb liever dan... Dat, kijk, er zijn 2 deuren. Wat nou? Als je gewoon één kant is... Kijk, één kant is voor Fred, één kant is voor jou... Maar er moet wel echt een ridder wonen in dit kasteel. En Fred is op het moment die werkt als advocaat en als rechter en als weet ik veel wat. Yeah. Wat nou als we onze taken opdelen? Jij gaat de riddertest doen met Fred. Jij gaat hem alles wat ik... Ik wil geen concurrentie. Nee, maar dan word jij hoofdridder. Oh ja, dat is een goeie. Ja. En dan is hij gewoon robotridder, weet je? Ja, nee. Maar gaat hij stofzuigen nou, enzovoort. Dat soort dingen kan hij in het kasteel schoonmaken. Maar wat nou als ik verder ga bouwen aan het kasteel... En in de tussentijd ga jij met Fred alle tests die ik gedaan heb. Dus je gaat paardrijden met hem, je gaat boogschieten met hem en je gaat het vecht in de arena met hem doen. Je gaat hem alles leren wat ik jou geleerd heb. Je gaat onder de sterrenhemel naar het graf van Kwastar. Oh, en dan ga je een paard met hem en dan mogelijk weer een hoe heet hij jouw paard? Biertje. Biertje, oh ja, jouw paard heet Biertje. Misschien is het dan dat je ook een leuk paard met hem kan regelen, zo weet je. Ja, maar geen Biertje, want die is er al. Nee, Biertje is er, maar de sterren zullen tegen Fred ook wel een leuke naam vertellen. Ja, hoe het paard. Waarom deed je dat? waarom deed je dat? Ik heb zoveel geluk dat hier een gebouw stond. Kijk hoe hoog het hier is. Oh mijn god. Sorry. Oh, ik heb Mielightra trouwens gewoon bij me. Oké, zullen we Fred dan even erbij halen? Ja, dat was een mug hoor. Ik zag hem ik merkte het al. Ja. Geen probleem. Fred die sprong hier naar beneden. Hier ergens. Waar zal die nu dan zijn? Kijk, daar is het graf van Fred toen hij dacht dat hij dood was. Maar waar zal die nu zijn? Ja, maar deze sprong overleeft hij niet. Ja, maar Fred, zijn stalen benen die overleeft elke sprong volgens mij. Oh, daar is hij. Hij is op het treinspoor. Fred, hoor je ons? Heb jij een megafoon? Hoezo moet ik een megafoon hebben? Nee, weet ik veel. Nee. Fred, kan je me horen? Knik ja als je me hoort. Knik nee als je me niet hoort. Nou, zo knik je nee. Dat moet je dat toch ook horen? Dat hoort hij dat toch ook te horen? Dit is tegenstrijdig, Fred. Ja, dat klopt. Kan je naar boven komen? Zit je daar vast? Zit je daar vast? Ja, je kan slaan. Weet je, laten wij zijn kant op gaan. Ja, dat is goed. We gaan die kant even op. Wacht, eerst ga ik slapen, want het is nacht aan het worden. Ridder Justin, altijd hetzelfde met Fred. Nee. Dit is waar jij voorbereid moet zijn, want ik ben jou aan het trainen om hertog te worden en daarna natuurlijk koning. Dit is waar jij voorbereid voor moet zijn. Nou, we gaan Fred even helpen van het treinspoor af. Dus vast wel een manier hoe we hem naar beneden krijgen. Nee, maar ik vind het zo jammer waarom wij naar beneden moeten komen altijd. Ja, nou dat is dus het ding. Je moet als koning, en zeker als ridder zijn, dan moet je soms de moeite ergens instoppen waarvan jij denkt dit is het helemaal niet waard. Soms is dat belangrijk voor de burgers. Maar heb je helemaal geen zin in? Ja, maar anders kan je geen koning worden. Fred! Fred, hallo?
Hoe komt hij er ook op? Ja, Fred, we zijn er. We hebben helemaal een route voor je. Fred? Fred. Hallo, waar zit hij? Waar hangt hij nou weer uit? Wij stonden net nog daar boven. Oh mijn god. Nee. Nah. Dit vind ik niet leuk. Dit? Fred? Minpunt. Minpunt. Maar... Oh mijn god. Nee. Oké. Waar is hij? Ja, als hij nu naar beneden loopt en wij gaan weer naar boven, word ik heel boos. Weet je, we gaan naar boven en als hij er dan niet is, zoek hij het maar uit, oké? We geven hem deze kans. Ik wil mijn kans geven om ook een deel van het kasteel te krijgen. We gaan naar boven. Als hij er dan niet is, dan heeft hij pech. Ik word hier moe van. Als Fred hier niet is, hè? Ja, dan... dan ga ik hem niet eens helpen. Dan gaan we hem niet meer helpen, nee. Fred! Oh, hij is een vlag aan het bouwen. Oh, Fred! Fred, wacht even. Hallo, we hebben besproken en we willen je een kans geven, oké? Okay? Ja, wel de laatste. Wel de laatste. Fred, stop nou. Hallo. Nee. Oh mijn god, nou weet je, dit is de taak. Dat komt wel goed. Dat halen we zo meteen wel weg. Ja, goeie. Fred, waar ben je? Hallo, Fred? Oh, daar. Hey, we hebben besloten. En kijk, als je even hierheen komt, we hebben deur 1 hier. En we hebben hier deur 2. Ik dacht, we splitsen het kasteel in tweeën op. En jij krijgt de ene helft en Ridder Justin krijgt de andere helft. Maar op 1 voorwaarde, oké? Ben jij bereid om alles daarvoor te doen? Ligt eraan. Ligt eraan. Ik zie echt al... Wacht, kan je schild even... Nee. Ik wil even kijken of je wel echt als een ridder uit kan zien. Ja, ik moet zeggen, je hebt de... Hoe heb je de... Ja, hallo. Voor iets langer. Nee. Waarom niet? Nee. Wat is er? Nee. Fred? Ik dacht, ik ga aan het kasteel verder bouwen. En in de tussentijd zal Justin jou alles leren over hoe het is om een ridder te zijn. En dan komen we later bij elkaar terug. En dan maken we jou ook een ridder. Dan zal ik het zwaard 3 keer op je schouder stikken. En dan ben jij ook benoemd tot ridder. Dat duurt allemaal lang. Ja, maar dat is wel, Fred, dat is belangrijk. Geduld. Geduld is belangrijk als ridder zijn. Heb je je script of zo op die schild staan? Dat je weet wat je moet zeggen? Of... Nee. Je zit zo naar je schild te kijken. Wat staat er, Justin? Kom ik niet lezen. Ik ga inrichten. Nee. Ga jij maar alles met hem regelen en zo. Hij gaat uiteindelijk gaat hij wel mee. Ik ga in de tussentijd verder bouwen. Heb je een touw of zo ik hem mee kan sleuren? Ja, doe alles maar. Doe je best maar. Weet je, in ieder geval, alles wat ik vorige dagen met jou gedaan heb, dat moet jij nu met hem gaan doen, oké? Fred, hier. Ik ben niet je hond. Nu. Proef. Oké, jongens, veel succes met de training. Veel succes met de riddertraining. Ik ga verder bouwen aan het kasteel. Doei. Oké, jongens, terwijl de ridders hier samen naar de riddertraining gaan. Justin gaat Fred alles leren wat nodig is. Succes, Fred. Bedankt, jij ook. Dankjewel. Vooral succes, Justin. Nou, ze gaan... Justin, let nou op je leerling. Hij springt bijna naar beneden. In de tussentijd gaan wij verder met het kasteel, jongens. En dat gaan we niet op een normale manier doen. Dat gaan we natuurlijk met een hartstikke leuke timelapse doen. Ik denk echt dat ik een heel eind ga komen, jongens. Ik gok dat ik misschien zelfs de buitenkant zo goed als af kan krijgen. De binnenkant is natuurlijk aan de ridder zelf om te doen. Fred is weer hier beland. Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt, maar... In ieder geval, laten wij beginnen met een leuke timelapse. Veel plezier met kijken daarna. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook niet te abonneren. Ik bedoel, we zijn nog meer in de video. En dan nu, de timelapse in 3, 2... Ik kan nog steeds niet met mijn vingers tellen. 3, 2, 1. Zijn we dan weer, jongens, na een prachtige timelapse. En we hebben het kasteel van buiten
zo goed als afgemaakt. Als we even kunnen vliegen zoals dit en dan hoppakee, kijk dit nou jongens. Hij is helemaal ondergesneeuwd aan die kant. Daar heb ik bewust wat extra sneeuw toegevoegd. En aan deze kant hier heb ik ook allemaal sneeuw toegevoegd. Alsof het is dat het kasteel er wel onder staat. Maar hij is gewoon helemaal ingesneeuwd. Waardoor ik een stuk minder ervan hoef te bouwen. De binnenkant is natuurlijk nog lang niet af. Maar wat ik wel heb gedaan is al een groot gedeelte uitgehold. Dan weet ik in ieder geval hoeveel ik uit wil hollen. Of alleen dit blok hier nog weg te halen. Dit hier heb ik allemaal uitgehold. Maar dat zagen jullie natuurlijk allemaal in de timelapse. Dus het ziet er erg goed uit. En ja, ik heb een ander t-shirt aan. Want dat komt omdat we 2 dagen verder zijn in het leven. 2 of 1 dag verder. Ik weet niet. We zijn in ieder geval even... Oh nee, 1 dag verder in het leven. Oftewel, de training van Fred de Robot en Justin de Ridder is, als het goed is, afgerond. Dus laten wij heel even naar het kasteel toe lopen of vliegen, want we hebben die Lytra bij ons. En dan een nieuwe meeting aanvragen met ze. En dan wachten we even tot ze onze kant op komen. Doen we dit allemaal weer uit, want we zijn wel een nette koning natuurlijk. Dit doen we ook even weg, zo. Hoppakee. Hoe dan dit ook. Dan gaan we op de troon zitten en dan vragen we even een nieuwe meeting aan. En ben ik heel benieuwd naar wat zij allemaal te zeggen hebben. En vooral gewoon hoe de training van Fred is gegaan. We zitten weer op de troon en ik ben... Ah, nou, alsof we het over de duivel hebben. Daar is de toeter alweer, jongens. Kijk, en daar zal je ze hebben. Ridder, Justin en Fred. Fred, die loopt verkeerd. Oh mijn god, ik hoop zo erg dat dit goed is gegaan, deze training. Justin, die moet Fred weer even erbij halen. Oh, kijk, daar zijn ze. Hoppakee. En... Oh, ja, het gaat wel goed. Treed toe. Eerst even, je weet, je weet wat je moet doen, Ridder Justin, voordat jij betreedt. En jij hallo. Ook, Fred. Hallo, Fred. Kijk, goed zo. Kijk, je moet wel even doen wat je meester ook doet. Ja, prima, goed genoeg. Ridder Justin, treed toe. Hallo. Goeiedag. Hoe is de training met Fred gegaan? Heel goed. Niet doen, Fred. Dit is niet goed. Fred, Fred, je moet richten. Fred. Auw. Ezo. Van nee, mij. Nee. Fred, je moet een paard kiezen. Een ja, paard. Ja, Ezo. Nee. Jezus, wat is hij traag, zeg. Waarom pakt hij ook een ezel? Kom hier. Nee, Fred, kom nou. Ik ben het niet. Fred, kom. Je moet niet mij slaan. Fred. Wel. Auw. Best wel goed. Ja, ging het goed? Ja. 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 Kom is hij denk je klaar om ridder te worden of? Ja, Fred schudt van ja, maar nee. Is ja of nee? Ja, kunnen we ook een soort van ridder ja. maken? Wacht, Justin, kom eens. Kunnen we ook zeg maar ridder maken? Dan sla ik hem maar 2 keer op schouder en zeggen we dat dat voor de robot zo is en dan is hij eigenlijk helemaal niet geridderd, weet je? En dan doen we alsof hij ridder is. Hey Fred, welkom. Fred, het is tijd om ridder te worden. Fred, waar kijk je naar? Fred? Ik heb wel even duwen. Wacht, ik ga even kijken of ze uitknop aan uit te vallen. Of wat hoeveel procent heeft hij nog? 21. 21%. Fred! Oh! Ja. Wat ben je aan het doen? Ja. Oké, we gaan je ridderen, Fred. Oké. Daarvoor moet je even jouw spullen aan ridder Justin geven. Ja, geeft u het alles. Oh, hoppakee. Dan een stapje naar achter. Oh, waarom kunnen jullie dit? Jij kon dat ook al niet. Ik pak hier bij deze het koningszwaard op. Zo, en dan is het tijd om toe te treden, Fred. Sta op dit... Ja, je staat perfect gelijk. Ridder Fred, ben jij klaar om jouw land te vechten voor dit land? Ja. Dan is bij dit de eerste tik. Dat is de eerste. Auw. Fred, treed toe. Treed toe. Hup. Ben jij klaar? Heel belangrijk. Ben jij er klaar voor om jouw diensten... die jij voor de burgemeester doet, helemaal te vergeten en alles te geven aan de koning en het koninkrijk. Nee. Dan kan jij geen ridder worden, Fred. Nee. Dan kan jij geen ridder worden en dan zal het kasteel niet van jou zijn. Dat is het al. Dat heb ik gekregen. Nee, dat is niet van jou, Fred. Nou, oké dan. Ja. Ja. Ben jij bereid om niet meer iets te verlenen aan de burgemeester? Ja, doe dan nou mijn maar. Wees. Hop. Hop. Hoppa. Au. Heb jij hier jouw 2 tikjes gehad, Fred? Nog 1. Nee, de robots krijgen er maar 2. Nee. Jawel, robots krijgen er maar dat 2, Fred. Dat heb ik gelezen. Dat is niet zo. Jawel, Fred. Dat is een nieuwe policy hey, met Fred, de koning. Dat is groen daar. Ja, kijk even groen. Volgens mijn berekening klopt dat niet. Dat dat groen is? Echt wel? 2 tikjes moet 3 worden. Ik zet hem al uit. Zet hem maar even uit. Ja. Oh, je hebt hem echt uitgezet. Ja. Oké, Justin, laten we hem heel even zitten. Oké, hier nu. Ja. Dan gaan wij even met z'n tweeën kijken wat we er beter aan kunnen gaan doen. Ik zal het koningszwaard even terugstoppen. Hier, oké. Want we kunnen hem oprecht niet ridder maken. Dat is een beetje het ding. Want ja, het kan wel, maar volgens mij is de training niet zo goed gegaan, of wel? Kunnen we hem niet resetten? En dan?
3 dagen terug. 3 dagen terug resetten? Ja, rollback, zoiets. en dan is hij alles vergeten wat hier is gebeurd. Ja, en dan gewoon negeren. En dan gewoon negeren. Ja. Weet je, we laten hem hier wel even uitstaan. Ik ga wel even naar de burgemeester toe en ik ga wel even met hem praten wat de situatie is. Dat ik hem tot ridder wil maken. Maar dat betekent dat Fred niet meer echt zijn diensten kan. Want hij mag bij mij ridder worden, maar dan mag hij echt niet meer voor de burgemeester werken. Vind ik een goed idee. Ja, dan bewaak jij hier Fred maar. Ik ga naar de burgemeester en zorg dat hij niet wakker wordt, oké? Okay? Komt voor elkaar. Komt voor elkaar. Nou, ik zie je, ik spreek je later alweer. Joe. Joe, joe. We zijn aangekomen bij de prachtig grote bank, jongens. En hey, Alfred! Hey, hoe is het? Ja. Wat ga je doen? Wat toevallig dat ik jou hier zo tegenkom in de bank. Je hebt een rekening. Ja. Wat is er? Ik ben weggekast. Ja, dat is je al eeuwen. Maar hoe is het met je? Tijdje niet gezien. Nee. Hoe is het met je museum? Ja, mijn bril is nog steeds kapot. Ja, ik zie het nog steeds dat je inderdaad niet je bril hebt gefixt. Ja, ik mis nog steeds heel veel dingen. Maar de kluis bewaak ik met mijn leven. De kluis bewaak je met je leven? Ja. Ah, het ziet er wel, moet ik zeggen. Zo blij dat ik dat van opa nog heb gekregen. Ik zie je later. De kluis van opa heb gekregen. Jongens, wacht eens even. Jullie weten, voor de mensen die de serie nu, laten we zeggen, al 10 afleveringen volgen. Die weten dat de opa van Alfred Frederik is. En Frederik is de slechtste man die ooit in Kondertveen heeft geleefd. Die heeft mijn kasteel proberen over te nemen en zo. Maar wat blijkt nou? Dat die kluis die Alfred achterin zijn ruimte heeft, dat hij die van Frederik heeft gekregen. Jongens, laat even weten in de reacties. Moet ik een keer gaan inbreken in die kluis? Want ik weet, ik mag er niet in. Ik mag van Alfred zelf nooit, maar ook echt nooit in die kluis. Dus moeten we inbreken? Het is aan jullie. Laat me weten. In de tussentijd gaan we wel door naar de burgemeester. Oh, dit is toevallig. Hallo burgemeester. Wat sta je hier nou te doen? Ik heb een nieuwtje voor je. Het gaat om Fred. Fred die gaat niet meer voor je werken, denk ik. Oh, jawel hoor. Nee, hij wil ridder worden. Ja, hij wil zoveel. Ja. Waarom werkt die burgemeester, die werkt letterlijk nooit mee. Willen we nog wel naar boven? Willen we erachteraan of gaan we Fred gewoon ridderen en dan zoekt de burgemeester het maar uit? Waar kom je nou vandaan? Auw, ik had onderhoud aan een lamp, maar ik ben gevallen. Maar Fred staat op het moment in de troonzaal te wachten op zijn laatste en derde tikje. Waardoor ik hem tot ridder benoem. Waarom loop je nou weer weg? Ik heb geen tijd voor deze onzin. Ja, maar hallo, het gaat... Nou, weet je, stik er maar in. Hoezo trouwens? Je hebt het over ridder, maar hoezo een ridder? Je weet dat deze stad helemaal geen ridders heeft. Je weet trouwens dat de tijd langzaam doortikt, hè? Wat staat precies in het donker? Kom even. Nee. De tijd tikt inderdaad langzaam door. Ik weet het, dit is volgens mij heb ik nog maar 7 afleveringen of zo die ik mag maken. Nou, dat bedoel ik. Maar het ding is... Fred die wil heel graag dat kasteel daarboven, die jij aan hem beloofd had. Ja, dat heb ik hem gegeven, ja. Je hebt helemaal geen recht om dat te geven. Dat is konings eigendom. Het is een kasteel. Jij mag wat mij betreft de bank hebben inderdaad. Je mag een fonteintje hebben hier. Maar kastelen, dat is van de koning. In dit geval van de ridder. We hebben nu ook ridder Justin. Mm-hmm. Ik kan ridder Justin nu zelfs opdragen om jou op te pakken en in de gevangenis te gooien. Nee, kan je niet. Ja, dat kan wel. Je weet dat ik als burgemeester onschendbaar ben, want ik heb meestal is de koning van een land onschendbaar, maar ik heb het woord koning doorgestreden en neergezet burgemeester, ondertekend door mijn wetboekhouder en dan is het gefixt. Maar het ding is, waar ik eigenlijk niet voor kwam, Fred die wil graag ook ridder worden, maar als hij ridder is, kan hij niet meer voor de burgemeester werken. Jawel hoor. Nou, dat gaat dus niet samen. Jawel. Dat gaat niet samen. Ja, waarom nou niet? Dat staat nergens op. Nee, omdat hij het veel te druk krijgt met andere taken. Nee. En ik wil niet dat als hij ridder is van mijn land, dat hij ook nog voor jou werkt. Mijn land. Jouw land? Dit is letterlijk mijn land. Je bent wel burgemeester, maar dit is mijn land. Wat nou? Beetje kinderachtige ridderspelletje. Wat ben je ridderspelletje? Ga je nog politie en boefie doen of zo? Of een verstoppertje? Ga lekker in de tuin weet spelen je? Of zo. Zoek het uit. Ik ga Fred lekker tot ridder benoemen. En dan werkt hij niet meer voor jou, dan is het klaar. Ja, en dat zie je vanzelf, daar heeft hij al mee ridder. Akkoord gegaan. Gaan jullie dan achter elkaar aanrijden met plastic zwaardjes? Zoek het uit. Ik krijg je om nog wel op een manier te pakken, burgemeester. Nee hoor. Oprecht. Ik krijg je op een bepaalde manier nog te pakken. Wacht maar. Oh, je bent al weg. Nou, laten wij teruggaan naar Fred. En dan gaan we hem ook gewoon wat mij betreft tot ridder maken. Wat voor ridder die gaat zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan werkt hij niet meer voor de burgemeester. Anders dat ga ik hem verbieden. Fred. Misschien een beetje zielig als ik erover nadenk, maar... We moeten iets doen, jongens. We moeten iets doen. En ik denk dat dit de beste optie is. Hey, Martin! Ik kom allemaal mensen tegen. Wat ben je aan het doen? Lopen.
Waarheen? Waar kom je vandaan? Waarom kom, hoe kom je binnen het kasteel? Waar kom je vandaan? Nou, dat is gewoon open terrein. Dat weet je zelf de oer wel. Ja, dat weet ik. Ik heb alles open gebouwd, dat iedereen erin kan lopen. Maar wat, hoe is het op het land? Ja, goed. Ja, die parasieten die mijn aardappelen, mijn bieten hebben opgegeten, die hebben we allemaal verholpen. Ja. Dus dat is nu in principe allemaal goed. Daar zijn we goed, ja. Ah, kijk, top. Nou, ik heb een drukke planning, dus ik wens je veel succes. Ja, ik heb ook een hele drukke planning. Ja. Je gaat namelijk trekkers bezichtigen. Ga jij lekker trekkers bezichtigen? We hebben namelijk een nieuwe benoeg, een nieuwe zondeer. En ja. Die heeft nog allemaal rete luxe functies, dat weet je het wel. Mm-hmm. Ik vind het echt gezellig met u, weet u dat? Ik ben blij dat ik u heb leren kennen. Echt waar. Waarom? Ja, maar waarom? Neem dat nog over me aan. Ik ben blij dat we elkaar tegenkomen zijn. Ja, ik vind het leuk om af en toe die korte gesprekjes te hebben. En, ja, nou, ik ook. Nu verbalt de verbinding valt weg, Martin. Ja, hallo? Ik zie je nog, hoor. Joe. De verbinding valt weg, Martin. Ja, maar weet je wat het is? Oh, daar ben je weer. Hallo. Nee, nou, dag Martin. Ik heb iets leuks te doen. Nou, Justin, ik ben terug. Justin, hallo? Just, oh, is Justin nou serieus gewoon weggegaan? Ik heb hem letterlijk net onze ritme gemaakt. Waarom is hij nou alweer weg? Hoe kan hij nou alweer me achterlaten? En gewoon, hij had één taak. Bewaak Fred. Ga hier staan. Bewaak Fred die uitstaat. Ik ga... Weet je, ik zet in ieder geval Fred weer aan. 1, 2. Doet, doet. Oh. Hallo. Oh. Doet, 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 doet. Hallo. Hallo, hier ben ik. Waar ben ik? Hier, Fred. Fred. Fred, stoppen. Hallo. Hier, wacht, je moet even iets naar beneden kijken. En dan naar achter. Nee! Hé, wacht, dit klopt niet helemaal. Hallo? Fred, achter je. Ja. Oh, ja. Hey. Hallo? Hé, ik ga je tot dit nummer noemen. Ja. Maar, dan kan je echt niet meer voor de burgemeester werken. Ja, en dan wil ik je voortaan... Houd daar nou mee op. We altijd gaan door. Totdat het kasteel daar klaar is, dan woon je in dit kasteel, oké? Okay? Mooi. Ja? Oké, okay, dan pak ik het koningszwaard weer. Ben je klaar voor het laatste stukje? Nee. En dan de laatste eet, de laatste iets wat je moet beloven. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Je moet nog één ding beloven. Nou. Justin is jouw opperridder. Nee. Justin, jij gaat het kasteel delen met Justin. Nee. Jawel. Bang. Fred. Bang. Ben je bang voor Justin? Nou, op. Ja, maar ga je het kasteel delen met Justin? Ja, prima. Prima, top. Dan bij deze ben jij benoemd tot ridder. Nog één. Maar dat zijn er vier. Ja. Zo. Ah, lekker. Dat vond ik een beetje breed. Fred, nog één. Naar het kasteel. Maar die is nog niet klaar. Bijna. Ja, maar Fred, ik moet... Fred... Oh, mijn god, weet je. Ga lekker naar het kasteel. Ga lekker naar het kasteel. Oh. Andere kant. Jongens, ik heb Fred benoemd tot ridder. Ik weet niet of het een goed idee is. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Maar we hebben het gedaan. We gaan zien hoe het loopt. We gaan gewoon vooral zien hoe het loopt. In ieder geval, voor nu ga ik deze Content Veen video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer even. Piep, piep, poep, poep, papa. Als je nu nog steeds de video aan het kijken bent, ik weet niet wat ik aan het zeggen ben. En dan nu, als je kijkt lekker deze video, dat is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je hem nou gemist, dan moet je nu even kijken, anders word ik heel boos. En vooral Fred, dan gaat Fredje opzoeken. En nu spreek ik later. Klaas, je wel telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.